Nog 50 meter. En de start is gevallen, de paarden onderweg. Rustige start was er voor Moonshine Meadow. Die begint een paar lengte achter het veld. En de strijd om de leiding is gaande. Die wordt gewonnen aan de binnenzijde door Newton Renka. Newton Renka neemt het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats hebben we dan Mighty Meerswald. Die kan zijn post vatten aan de reling. En aan de binnenkant was er een geweldige start voor Pieter Wit. We zien nog alle paarden voor Colic P. En dat is jammer, want die had een ongelooflijk mooie start. Lag daar in vijfde stelling. Uitgegaan dan 9-9 galop. Maar kan er nu dus een kruis over maken. Paarden koers af op einde overzijde. De Boko-bocht komt in zicht voor Danny Komma. Achter paard nummer 1, Newton Renka. Heeft hij lengte voor? Op de tweede plaats erachter zit John Dekker met paard nummer 4, Mighty Meerswal. Achter Mighty Meerswal volgt dan aan de binnenkant Pieter Wit. En aan de buitenzijde komt daar een deelnemer langzaam maar zeker de positie verbeteren. We zien een mooie rode orenkap in beeld. En die wordt gedragen door het paard van Mats Wester. En dat is paard nummer 2, Huggy Moko. Maar Jacques Straver, hij brengt Jort in stelling. Komt drie dik naar voren en wordt gevolgd door paard nummer 5, Jeanne d'Arc. En vanuit de start van het veld komt nu ook de aanval van paard nummer 7, Moonshine Meadow. En zo gaat het spel op de wagen als de deelnemers dan afkoersen op de overzijde van de baan met aan kop van het veld Newton Renka. Newton Renka, maar er komt reactie, want aan de wijde buitenzijde komt daar die Moonshine Meadow met grote stappen het hele veld voorbij. En die nestelt zich zo dadelijk tot schuin naast de koploper. Wil misschien wel meer, maar zal denk ik nul op het rekest krijgen bij die nummer 1, Newton Renka. Newton Renka vangt hem op en lijkt vandaag een auto om te rijden. Aan de buitenzijde dan die nummer 7 Moonshine Meadow. Daarachter is het dan de 4 Mighty Meerswald. Die krijgt koers op maat en wordt gevolgd door Huggy Moko. Dan is het Pieter Wit. En achter Pieter Wit aan de buitenzijde Jeanne d'Arc. En vanuit de start van het veld komt nu dan ook de aanval van paard nummer 10 Nightlife Greenwood. En die gaat serieus in de aanval in de derde spoor. Als vooraan de strijd om de koppositie verder gaat met aan de binnenzijde Newton Renka. Aan de buitenzijde Moonshine Meadow. Wijd aan de buitenzijde. Meldt zich daar paard nummer 10. En dat is Nightlife Greenwood. Jaap van Rijn parkeert nog even in. John Dekker lijkt met alles over te zitten. Achter paard nummer 4 Mighty Meerswal. Maar die moet dan een beetje geluk hebben op ruimte. En Niels Jongejans die zet met zijn Jeanne d'Arc nog een keer de tanden op elkaar. En deze 5 paarden die gaan het uitvechten. Maar Danny Gomma gaat er niet op wachten. Die gaat vluchten. En wil die Duitse Serie Derby winnaar van zich afhouden. Nightlife Greenwood. Maar die komt nader en nader. Het is aan de binnenzijde Newton Renka. Aan de buitenzijde paard nummer 10 Nightlife Greenwood, dat is op dit moment de tweestrijd. En Jeanne d'Arc, ik waarschuwde al met Niels Jongejans. Altijd gevaarlijk, komt in het derde spoor naar voren. Het is aan de binnenzijde Newton Renka. De paarden van Krebas, alles lukt. Lukt dit ook? Ja! 1-10-5, dat is de voorlopige uitslag. Een klopje voor de derde aankomende. Vierde is Mighty Renka en vijfde. Wat een geweldig paard is dat toch, Moonshine Meadow. Maar het lijkt erop dat Danny Gomma hier haar eerste koers wint. En we zijn in afwachting van de voorlopige winnaar, paard nummer 1, Newton Renka, hier in de EcoHimp Natuurlijke Stalbeddingprijs. We danken de sponsor voor hun bijdrage hier aan de welslagen van deze meeting op de Alkmaar Z-Turf Arena. En ook Martijs Roorda is er namens EcoHimp ook aanwezig om de bloemen uit te reiken aan de winnaar. En de winnaar, dat is Newton Renka. Die vierjarige bruine ruim van Booster Winner uit El Pasarenka. Gefokt door de familie Knipscheer in eigendom van de Gele Canaries. Veel Gele Canaries zijn hier ook nu aanwezig. Trainer Bas Krebas en rijder Danny Gomma. En het stalpersoneel heeft al aan veiligheid de Sulky al erachter weggeklicht. Achter deze Newton Renka, voor wie het al zijn 6e overwinning is in 14 starts dit jaar. En zijn 11e overwinning in totaal. Ooit aangekocht op de Wolvega International Yearling Sale 3 jaar geleden. De veiling waar u dus 21 september terecht kan om een nieuw jaarling aan te schaffen. En dan komt u ook paarden tegen zoals Newton Renka. En het applaus is daar voor Danny Gomma. Die meldt zich bij de huldiging en die krijgt de bloemen en de felicitaties van Martijs Roorda namens EcoHimp. En die wordt op de film vastgelegd door alle Gele Canaries en social media's van de Alkmaar Z-Turf Arena. Foto's worden gemaakt met de sponsoren. De eigenaren, de Gele Canaries. Trainer Bas Krebas, ook de familie van Danique. Die uitzinnig zijn na deze start mooie over overwinning. 15 minuten. En ook het paard komt zich nog even melden. Voor de foto.
Prachtig plaatje voor samen met Newton Renka, die nogal vol ladendrang is. Danique, we kijken even naar de camera's. Wat een geweldig gevoel, denk ik. Ja, geweldig om zo de eerste te winnen. En, ja, Bas had al gezegd, als er weer een mooie leerlingkoers komt, dan mag je Newton rijden. En, ja, in de vorm wat hij is hij geweldig. Waanzinnig. Het werd je onderweg nog best wel moeilijk gemaakt, want je kreeg een aanval. Maar je was vast besloten. Ja, ik weet dat hij echt stug door kan gaan. En hoe Hiltje hem vorige week ook reed op Wolfga, was geweldig. En die zei ook, als je de proppen trekt, heb je weer een heel ander paard. Dat ging je nog een keer. Ik denk, nou, zal ik hem winnen ook. Geweldig gedaan. Het was nog spannend tot de finish, maar je wil zijn neus voordeel. Nou heb ik net begrepen dat je niet helemaal je eerste overwinning is. Nee, ik heb mijn allereerste koers in de Monté heb ik ook gewonnen op een C-baan in Duitsland. Maar zo voor de kar is het toch weer alweer anders. Ja. En op naar de volgende. Ja, ik hoop dat we heel veel mogen volgen. Je bent in dienst bij Bas Krebas al lang? Ja, nu een jaar of 5. En twee jaar geleden mijn leerlingvergunning gehaald. En mooi werk. En, goed naar je zin? Zeker weten, ja. Dan houden we nog een leven vol. Super, Danique, we houden je in de gaten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Prachtige overwinning van Danny Homma hier met Newton Renka. En ze heeft al zoveel winnaars voorgebracht in de Victory Circle voor trainer Bas Krebas. Maar vandaag rijdt ze zelf Newton Renka. En dat deed ze op fantastische wijze. Ze wint hier de EcoHimp Natuurlijke Stalbeddingprijs. En Newton Renka die is inmiddels alweer terug naar het stalterrein. Maar het feest is niet minder groot, dames en heren. Alvast nog een applaus voor Newton Renka en Danny Homma.